Welkom bij deze tutorial. Ik ben Filip en vandaag leg ik u uit hoe de waardes van jouw zwembad moeten staan. Het allerbelangrijkste is dat uw pH-waarde van uw water correct staat. De correcte waarde is tussen de 7,2 en de 7,6. Daarbuiten moet je realiseren dat chloor en dergelijke desinfectiematerialen weinig of niet werken. Dus heel belangrijk, pH staat altijd tussen de 7,2 en de 7,6. De redoxwaarde die moet liggen tussen de 650 en de 750 ppm. We kunnen de waardes op twee manieren controleren. Enerzijds op de display van de Maestro en anderzijds met een app op je smartphone. Bedankt om te kijken. Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust en tot de volgende.